Tadic trapt de corner. Achter Aller, die kan toch nog koppen. En nu Klaassen, weer een omhaal. Nu zit hij er wel in. Het doelpunt voor Ajax. Vroeg in de tweede helft. En dat voelt toch als een bevrijdende goal voor Ajax. Aller, knap dat hij nog bij die bal komt. Alvarez, geen buitenspel hier. Alles behalve controle met links. Hij scoort met rechts. Blind. Aller, dit is Gravenberg. En Gravenberg zoekt en vindt de treffer. De openingstreffer van Gravenberg in de 22e minuut. Een verdiende voorsprong omdat Ajax de ploeg is die het spel dicteert. En ook een doelpunt dat volgt uit het moment dat Blind eindelijk eens een keer in balbezit kan komen. Ajax leidt in de Johan Cruijff Arena tegen Feyenoord met 1-0. Ekkelenkamp loert. Klaassen heeft de bal. Komt hier de kans aan. Aller is hier. Huntelaar en de goal. Huntelaar scoort. Wat een verhaal. Hij komt in de 88e minuut en scoort in de 90e. Klaassen komt uiteindelijk in balbezit. En dat is belangrijk hier voor Ajax. Zijn voorzet. Aller die hem heel knap teruglegt. En Huntelaar met zijn eerste kans. En dan is het meteen raak. Wat een belangrijke goal. Aller. Gooit Keulert van zich af, Aller. Brobby! Nou, dat is zijn eerste balcontact. Goedenavond, hier is Brian Brobby. Wat een verhaal. Amper opgestaan vanaf de bank, Brobby. Voorzet Tadic. Brobby, behoorlijk vrij. Dat mag Peters zich hier toch aanrekenen. Zijn dekkingsfout. En Brobby schiet hem keurig binnen. En daar is Victoria Pilova. Met de steekbal, nee, het schot. En wat een doelpunt. Uitstekend gedaan. Mooie treffer van Victoria Pilova. De spelmaker van Ajax. De tegenstander wacht op een steekbal, maar daar komt het schot. En Van Domslaar kansloos. Anthony voor Ajax. Quincy Promes. Net als Tadic, ex-Twente en de goal van Aller. En dan is het in de 7e minuut, dus al raak voor Sébastien Aller. De duurste eredivisie-speler ooit. Voorzet Anthony, zoals we dat al zo vaak hebben gezien. Vaak als aangever van Huntelaar, nu als aangever van de nieuwe spits. Geen enkele kans voor Drommel. Een vroege voorsprong dus voor Ajax.